Ik ga jullie wat vertellen over de klimaatinstellingen. Het is toch een onbekend onderwerp. En als je te maken hebt met werk waar je veel de cabine in en uit moet. En wellicht met vochtige, natte kleren de cabine inkomt. Of de ontwaseming van de voorruit. Het is toch fijn om te weten hoe je die klimaatinstellingen instelt. Ik bedien rechts op mijn stuur de boordcomputer van de Volvo. En door het flippertje in het midden in te drukken, ga ik het menu in en daar kan ik gaan kiezen wat mijn klimaatinstellingen zouden moeten zijn. Ik zal jullie meenemen door het menu. Ik ga het menu in en in het menu kan ik bij instellingen onderaan de lijst de klimaatinstellingen oproepen. Nu heb ik hier vier mogelijkheden staan. Maar het kan zijn dat je in je eigen truck minder mogelijkheden hebt. Dat zijn dus de opties die je wel of niet hebt. Automatisch ventilatieniveau. Dit kun je op drie standen zetten. Hoog, normaal of laag. En bij hoog zullen de ventilatoren dus harder blazen, meer geluid maken en dus wat meer circulatie van lucht rondbrengen in de cabine. Bij een laag niveau, als je dus wat langere ritten hebt, wat langer in die cabine blijft, kan het fijn zijn dat die ventilatoren wat minder hard staan te blazen. Het automatisch ontwasemen. Als ik dat aan heb staan, dan zal de sensor de luchtvochtigheid meten. En als de luchtvochtigheid hoog is, gaat hij vooral de blower op de voorruit harder aanzetten en zal de voorruit sneller ontwasemd worden. Dan hebben we hier de airconditioning modus. Af fabriek wordt die afgeleverd op economy stand. Echter, in de zomer, als het warm is buiten, willen we dat die truck sneller op temperatuur komt qua airconditioning. En als we hem dan op standaard zetten, zal die dus harder en eerder zijn best doen om die truck op temperatuur te houden. Echter, zal dit wel iets of wat aan brandstoftoename met zich meebrengen. Dan hebben we de hulpverwarming. En de hulpverwarming is ervoor bedoeld als we in de winter met een extra koude motor zouden moeten starten, dan zetten we hem op automatische start. Als we dus nu de motor starten, zal die hoger in toeren gaan lopen en zal die er sneller voor zorgen dat de cabine op temperatuur komt en op temperatuur blijft. In de zomer is het dus beter om die hulpverwarming uit te hebben staan.